Doe je de werkelijkheid geweld aan als je eerst het cliché laat zien? Nou, dit is het cliché Greektown midden in Detroit, waar de People Mover voorbij komt nu. We zitten vlakbij in een hotel en dit zijn een beetje onze eerste indrukken van Detroit. I graduated with a degree in finance from the state of Michigan. There are basically zero opportunities. We staan hier in het Greektown District. Ik denk wel een beetje zo'n de drukste uitgaansstraat van Detroit. En dan heb je het ook over een stad met 800.000 inwoners. En als je zo hier om je heen kijkt, dan klopt die verhouding tussen die typische Amerikaanse stad en het aantal mensen wat hier is en wat hier rondloopt en wat hier in auto's rondrijdt, die klopt niet. Ik ben wel eens vaker in de Verenigde Staten geweest. In San Francisco, New York. Maar dat zijn niet typische Amerikaanse steden. Detroit is wel echt een Amerikaanse stad. En een stad die te maken heeft met krimp. Toen we vanmiddag aankwamen vliegen, we hebben minstens een half uur over de stad heen gevlogen. Het is een enorm uitgestrekt gebied. Dan merk je niet echt dat er krimp is. Je kunt van bovenaf kun je het niet zien. Toen we eenmaal op de autobaan naar het centrum reden, toen zag je links en rechts wel al leegstaande flats, leegstaande fabrieken. En morgen zullen we op zoek gaan naar hoe de krimp zich hier in deze stad manifesteert. En we beginnen met een interview met Paul Gallagher.